Science fiction, een internationaal bekend en geliefd filmgenre. Maar waarschijnlijk ook op eigen bodem gaat het een filmgenre zijn dat steeds meer aan populariteit wint. Want we staan hier vandaag voor het Zuiderpershuis op het Jeugdfilmfestival in Antwerpen. En er wordt hier een film gedraaid, ook in science fiction stijl, genaamd Boy 7. Een Vlaams-Nederlandse productie. Ga je meekijken? Tegenover mij staat nu hier Matthijs van Sande van Pakhuizen. Welkom Matthijs. Jij speelt Sam in Boy 7. Hoe heb jij die rol ervaren? Ik vond het heel leuk eigenlijk om hem te zijn eventjes. Verschil je erg van je karakter of zo? dat weet ik niet. Ik weet niet hoe ik zelf ben of wat ik zelf dan heb. Maar wat ik heel tof vind aan Sam is dat hij is heel, hij is heel eigenwijs. En ook koppig. Maar ik vind het mooi dat hij altijd zijn eigen koers vaart. Je naam is Sam. Ik ga je niks meer herinneren. Je speelt natuurlijk in een science fiction film. Ja. Hoe heb jij dat ervaren en ja, vooral hoe heb je dat ervaren? Waarom die keuze voor zo'n film? Het kwam op mijn pad. Ik las een script van Boy 7 en ik was meteen, dacht ik, wauw, hier zit potentie in. Dit is te gek. Ik ken dit nog niet in Nederland. Let's go. Ja, let's go. Science fiction is ook, weet je, er zitten. Het heet science fiction omdat het zich afspeelt in de nabije toekomst. Dat is over een jaar of 15. En er gebeuren dingen met technologieën, met chips. En ik vind het redelijk actueel waar de film over gaat. We zijn gechipt. Sam, ik wil hier weg, nu! Niet zonder Lara. Lara! Tegenover mij zit nu weer Ella June Hoorar. Zij speelde tegenspeler van Matthijs in de film Boy 7. Welkom Ella June. Hallo. De film draait over science fiction. Ben je ook zo'n science fiction fan? Ik zou ja willen zeggen, maar eigenlijk niet heel. En ik hou er wel van, maar het is niet dat ik er echt zwaar door geboeid ben of zo. Maar als ik dan nu bijvoorbeeld Boy 7 zie, ik vind het echt gewoon een goede film. En ik vind het spannend en alles erop en eraan, dus misschien nu wel. Je hebt veel stoere dingen gedaan in de film. Wat was jouw lievelingsding om te doen? Ik denk het abseilen. Wij hebben van 20 meter moeten abseilen. En dat was zo spannend. Ik voelde mij ook echt wel heel cool daarna of zo. Wat luister je? Gewoon iets van vroeger. Eén druk op de knop. Het geheugen is gewist. Ergens ben je daar nog. En je gaat met mij mee. Zo, zit er weer op. Veel positieve reacties over deze science fiction film van eigen bodem. En mocht je nou zoiets hebben van, ja, die film spreekt me aan, die wil ik zien. Geen probleem, het kan vanaf 19 februari in de bioscoop. Het is een beetje koud buiten. Ik ga denk gewoon nu naar huis. Doei!